Dus je hebt ook goede herinneringen aan je moeder. Niet alleen maar de sapu lidi. Mijn moeder heeft me nooit met een sapu lidi geslagen, alleen gedreigd. Dan krijg je met een sapu lidi. Maar wel met de pollepel, ik ben veel geslagen. En dat ging ook wel ver. Maar ja, ik denk ook dat ik ben wie ik ben voor een groot deel dankzij mijn moeder. Juist omdat ze zo'n inspiratiebron was, omdat ze zoveel ruimte gaf, omdat ze me zo stimuleerde. Ik ben op dit moment bezig met een boek over mijn moeder schrijven. En omdat ze beginnend Alzheimer heeft, is dat voor mij van extra belang. Want ik wil niet haar alleen maar straks uiteindelijk, denk ik weet niet hoe dat lang duurt. Ik hoop dat ik er nog lang bij me heb. Maar als dat zo lang gaat duren als bijvoorbeeld 10 jaar, dan ben ik bang dat het al die oude herinneringen gaat verdringen. Dus ik ben niet begonnen ermee omdat ik dacht, ik wil een boek over mijn moeder schrijven. Maar ja, het wordt vanzelf een boek. Maar omdat ik tegen het vergeten, omdat ik alles wat ik met haar heb meegemaakt, maar ook alles van haar wat zij aan mij verteld heeft, wat anderen over haar verteld hebben. Dat wil ik koesteren, zodat ik het in ieder geval niet vergeet, als zij het zelf wel gaat, nog meer gaat vergeten. Zijn er dingen die je van anderen hoort of je moeder die je nooit zelf had geweten? Oh ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld mijn moeder had een vriendin die niet zo vaak kwam. Haar man was veel hoger in rang, was ook in het leger dan mijn vader. En dat was dus al heel bijzonder dat hij überhaupt, we kennen mijn vader uit de koloniale tijd, dat hij dan op bezoek kwam met zijn vrouw. En zij heette Joyce. En was een mol, die vrouw. Donkere huid, kort haar, zwart. Ik zwart, heel mooi. Dus ik adoreerde haar, Joyce. Mijn oudste zus heette ook Joyce. En ze sprak heel keurig Nederlands, hè. Die meneer ook. En hij was zo vrolijk. En mijn ouders hen ook leuk vonden. En toen kwam ik op een dag achter waar we samen aan het afdrogen. Mijn moeder was aan het koken en afwassen, alles tegelijk waar we doen. En toen zei Joyce, oh ja moeder, mijn moeder maakt veel grappen ook. Die hebben altijd haar kracht. Mijn moeder heeft heel erg erkenning nodig, denk ik. Doordat ze polio heeft gehad als kind. Dus haar rechterarm, daar kan ze eigenlijk bijna niks mee. Dus, en toen zei Joyce, ja, weten jullie... Hoe zij altijd hoe ze was vroeger, dat zei ze, kom maar, als ze dan op school haar hadden uitgescholden of haar vervelend waren, dan zei ze, oh ja, zeiden ze waarschijnlijk over die rechterarm, lelijke dingen zeiden, die dunne arm. Dan zei ze, kom maar naar de kerk na school om 12 uur, dan ga je kennis maken met deze, die linker. En dat was voor mij... Al openbaring. Ik dacht dat het een grapje was, maar ik dacht, nee, ja, natuurlijk. En dat bleek mijn moeder. Ik vond het helemaal niet fijn dat het naar buiten kwam. Maar het was hier dus regelmatig daar. En toen zeiden ze, ja, jongens ook. En kinderen die een kop groter waren dan zij. En dan beukten ze. Om te laten zien dat ze toch sterk was. Ook al had ze maar één arm. En ook nog eens een keer een foute arm. Want in die tijd was het natuurlijk links is fout, rechts is goed.